Vanavond de boom. Nou, die heb ik 3 jaar geleden bij de Noedans gekocht. Eigenlijk impulsief, maar ik vond het mooi omdat het ding altijd goed bleef. Maar dat groeit als gek. Dat ik gewoon geen baas over blijven. Dat is een beetje een probleem. Dat is gewekkelijk. Wat is het voor iets? Ja, ik vind het gewoon een mooie boom dat hij goed heeft. Zeven. Zeven. Deodara. Complimenten over de gezondheid. Ook de gezondheid. Echt heel erg goed. Meestal zijn ze wat genen. Mooi groen. De stam is helemaal niet mooi. Ik heb hem al verschillende keren anders in de pot gezet. Maar ik vind het wel eigenlijk het beste. Ik zet hem even zo neer, dan kunnen we het goed zien. Het grootste probleem met de boom is dit gedeelte. Ja, klopt. Ja. 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 Rechts. Mooi. Rechts. 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 Dus ik begrijp dat hij zo neergezet is. Want dan lijkt hij kort. En dan heb je er last van. Dan ga je de zwaarte van de kroon ga je gebruiken om de aandacht daar niet op te zetten. Wat afgeleid, dat zie je bijna niet. Dat is een goede keus geweest. Alleen als ik de boom inkijk, de vorm van de krekkentak is bepalend voor de rest van de takken. Als het voorbeeld voor de rest van je takken. En die is horizontaal, hè. Die niet. Die valt bijna verticaal naar beneden. Ja. Wat is voor u de karaktertak? Ja, dat kan ik niet zeggen. Wat is de meest opvallende tak? De gezichtsbepalende tak noemen we dan? De onderste. Wel, dat is voor jullie de onderste? Ik vind deze het meest opvallende. Welke? Deze? Ja. Die vallende tak? Die vallende tak. Die valt voor mij het meest op. Ja, dat zou ik eruit halen. Wat jij nog vast hebt. De eigenaar niet. Nee. Ja, zo heb ik het nooit bekeken. Of ik moet eerlijk zijn. Wat wil je dan? Ja, ik kan het namelijk niet zo zien. Je weet dat. Hele onderste tak uithalen. Iets verder. Nee, dat zeg ik niet. Bruno, nee, dat zei ik. Omdat je niet zag hoe je deed. Bruno, draai nog eens een beetje verder. Ik vind dit de meest opvallende tak. Ja, die vallende tak, ja. Maar dat je daar dan mag uithalen. Nee, ik zou er niks uithalen. Oh, excuus. Nee. Want ik krijg ruzie. Dat snap ik wel, man. Ik heb het ook uit adviseren. Oh ja. Kijk, de kunst bij bonsai is om de mooie punten beter te laten zien en de minder mooie punten te camoufleren. Dus we gaan proberen om zoveel mogelijk te gebruiken van wat er is, alleen het optimale eruit te halen door de mooie punten meer naar voren te halen. Hoe kunnen we harmonie creëren dat deze tak klopt in het verhaal? Want dit is horizontaal, die valt naar beneden. Ja. Hoe kunnen we dat oplossen? Ja, door iets weg te halen door onderin. Nou, als we de harmonie willen krijgen, dat de takken, ik een tekeningetje maken, als we dus dit de boom hebben, en deze tak gaat zo, deze gaat zo en die gaat zo. Hoe kunnen we zorgen dat het goed komt? Nou, dit is dus je karaktertak, je gezichtbepalende tak. Voorbeeld voor de rest van de tak. Je moet die ook omhoog. Dus zo creëer je harmonie. Begrijp je dit? Ja. Okay. Als we dus in een boom
een hele aanwezige, een tak die heel erg aanwezig is, zoals deze tak, ja. Die valt zo naar beneden. En deze die groeit zo. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze tak past in het verhaal van die manier? Die hebben we ook zo'n rechte tak zitten. Wie zei dat? Heel goed. Als we deze ook nou zo naar beneden zetten, in dezelfde hoek. En deze in dezelfde hoek. Kijk. Dat is geen rood. Schout een beetje gekje. Ja, waarom? Het is een rood dokje. Het is een rood dokje. Ik denk dat het een rode stift is. Zie je zo rust krijgen? Ja. Dat kan ik niet. Met andere woorden, als we deze dus naar beneden zetten, en deze naar beneden zetten, dan krijg je een hele andere boom. Kan dat nog? Ja, dat kan. Ze zijn toch wel behoorlijk stevig? Ja. En dan de meest veilige methode is, als dit een stam is, en ik heb hier mijn tak zitten, als we, hoe is het afstand? Als we gaan buigen, komen hier allemaal scheurtjes in. Dan gaan we schaden. De veilige methode is, om hem hier ietsjes in te zagen. Is dat zo, zo inzagen. Dan splijt je dit gedeelte los, de sapstroom van deze tak komt hier vandaan. Aan deze kant voet de boom. Ja. Dus als ik hem hier tussen de cellen in, want als ik dit ga uitvergroten, liggen de cellen allemaal lijngerekt naast elkaar. Deze kant voet deze tak hier. Dus ik kan hier tussendoor kan ik zo splijten. Heeft de boom geen last van. Splijt je tussen de cellen. Als je dus een stuk hout open trekt, zie je een heel lange vezels lopen. Op de plaats waar ze open trekt, dat is precies tussen de cellen. Die cellen komt naar die tak toe, zit aan deze kant en aan de andere kant die kant. Dus kan je veilig splijten. Dan doorbreek je niks. Die sapstroom gaat gewoon door. Ga ik buigen en hier komen allemaal basjes in, heeft de boom veel meer last van. Het is een hele veilige methode om een tak, deze tak, dus zo naar beneden te kunnen krijgen. Gewoon met zo'n splijttand. Ja, een splijttand. Of een zaagje. Ja, wel zo'n splijttand. Ja, dat kan. Of een heel dun zaag. Oké. Een beetje inzetten. Ja. Bekijk. Ja. Ja. En als je dat doet, hè, dan moet je hier eens zo vasthouden en zo buigen. Dan voel je aan dat hij hier beweegt. Oké. Dan voel je dat hij daar al een beetje loskomt. Dat is heel simpel. Dat is maar eerst moet ik met die splijttand in. Ja. Ik zou zagen. Want als je gaat splijten, ik weet niet of je wel eens met een bijtel op hout geslagen hebt, of gekloofd hebt, dan splijt je in één keer zo open. Dan heb je minder controle. Heb je ervaring, dan ga je splijten. Heb je minder ervaring, pak een zaagje, kan je heel gecontroleerd inzagen tot waar je wil. En deze tak kan je heel mooi zo krijgen. Deze tak hierin krijg je. Kijk, op deze kan je zelf met de spandraadje over laten zakken. Maar moet je kijken, als je dit zo neerzet. Ja, dan is het een andere boom. Een hele andere boom. Dan ben je op die gekke stam kwijt. Ja, ja nee, dat mag wel. Ja, maar dat is mogelijk. En dan kan je nog voor kiezen om te zeggen van nou, ik haal die weg. Krijg je trouwens ook meer beweging in je stam? Ja, hij zit wel heel mooi van buiten mocht. Ja. Dus dat zou voor mij het argument zijn om het te behouden. Maar ik zou hem wel naar beneden brengen. Zeer zeker. En zo deze, zou dus ietsjes minder sterk. Die zou ik zo inzetten, kijk. Zie je het verschil? Ja, ja, ja. Dat is een heel andere boom. Ja, ja. Hoe lossen we dit op? Want dit is niet interessant. Dat gedeelte van de stam. Dit is voor mij wel de stand van de boom. Deze stand. Okay. In de stand dat die stond. Komt heel, heel sterk naar je toe, begrijp ik, om dit te camoufleren. Dat is ook een andere manier om dit probleem op te lossen. En vanuit die grond die daar zit, kun je daar sjaakje naar boven? Een sjaakje maken. Als je hier een sjaakje maakt, als je dus een rechtstuk stam hebt, ja.
En je maakt een shagi, hier zit er rond en de shagi die maak je zo. Ja, beweging erin. Juist. Oké. Van de ene kant naar de andere kant. Ja. Dan in het begin ga je dus een stukje snijden. Wat gebeurt er? Aan de zijkant van zo'n snijwond gaat de kallus maken. Ja. Dus op sommige plaatsen. Wat is dus beschadigd is, maakt hij meer cellen dan wat hij niet beschadigd is. Dus op een gegeven ogenblik gaat hij hier, langs deze kant, gaat hij dikker worden. Bijmaken. Gaat hij cellen maken. Hier gaat hij cellen maken. Dus op een gegeven ogenblik... Bijna rijdt een stuk op weg. Dan wil hij dan op. Vergt tijd, dat gebeurt wel. En als je dus zegt, nou ik wil daar gewoon heel veel tijd en aandacht aan besteden. Dan ga je hier weer wat gaan aansnijden. Gaat nog meer kantjes maken, gaat nog meer aansnijden, dan ga je dus wat verplaatsen, dan ga je de levensbaan verplaatsen. Dat kost heel veel tijd, dat lukt wel. Maar dat is wel op dat rechte stuk wat dan veel meer beweging krijgt. Ja, ja. En als je heel goed kijkt, hier zit ook een wond, hè? Ja. We zouden hem met elkaar kunnen verbinden. Nou, ik zou hem dieper maken. Oh ja, natuurlijk. Ik zou hem hard uithalen. Ja. Ja. Moet je kijken als je dit wil doen zo. Oh ja. Als je dit weghaalt, ja. Krijg je al beweging. Ja. We kijken alleen dat ene stukje. Dat is maar weinig. Ja, het is maar heel weinig. Maar iedere millimeter doet al wat. Heeft er iemand een knobbeltang bij zich toevallig? Of in de winkel? Geen idee, niet gebleven. Ik heb een Want waar een wond zit, heeft een tak gezeten. Als die tak weggehaald is, heeft die levensbaan daar geen functie meer. Want die tak is weg. Dus als je dat weet, als je dus weet van ik ga een loop stijlen en ik ga die richting op, haal meteen dat stuk weg. Mag ik dat stuk weghalen? Ja. Want ik ga meteen zien wat het doet. Het is dood, ja. Het wordt toch een demo. Sorry. Ja. Het is een mini-demo. Derek, wel een boom leggen meebrengen. Ja, ik zeg het wordt toch een demo. Bruno, wat wil jij drinken? Ja. Wat wil jij drinken? Want je hebt de hele tijd sta jij te praten. Ja, ik heb een glasje water. Wat voor water? Plat. Plat. En zo kan je dus. Ja. Dat is lastig. Dat is lastig. En als je dan hier een stukje shagi maakt, zo. Ja, dat snap ik. Deze kant. Zo. Hier heeft ook een tak gezeten, ja. Wat vinden jullie van de pot? Van wat daar een mooie pot. Ja. Wat vinden jullie van de combinatie boom en pot? Ja, het is heel hoog. Te hoog. Er zat heel veel wortel aan. Het is een cede, hè? Maar cede is schijnbaar heel moeilijk te verpotten. Voorzichtig zijn met verpotten. Ja. Maar ik zou er een mooie John Pitpot onder zetten. Ja, dat is dan een grof, een ruwe pot. Ja, een grof. Dat is een hele ruwe pot. Ik zou in ieder geval een iets lager poppen. Ja. Maar wel. Dat zou dan heel erg wel worden, of niet?
Ik vind nee, het zonder... nee, ik zou hem niet te grof pakken. Oké. Okay. Nee. Maar hij wel handgemaakt zijn. Dus je kan zien dat hij handgemaakt is. Maar ik zou hem niet te huur pakken, want de stam is niet heel zwaar. Nee. Nee. Kijk, als je praat over een larix, dat is een heel ander verhaal. Een larix die leent zich sowieso beter om een heuge pot eronder te zetten. En een cedar zou ik niet te huur pakken. Niet te huur pakken. Want die maakt sowieso niet een hele grove schors. Hè? Als die schors gemaakt is, die vrij fijn. Ja. 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 En een larix maakt hele grove schors. Ja. Ja. Dat is ook het verhaal dat dan houdt ook een fijner pot onder de stam ook heel fijn is. Ja, klopt. Wat, dit zijn mijn adviezen van deze man. Kan u er nog mee? Ja. Het wordt toch een mooie boom, hè? Ja. Ik had een hele goede boom. Het wordt toch een mooie boom, ja. Dit waren tweede bomen van de eigenaren. Gaan we naar de S door.